Een hele goede dag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2019 de Career Mode. We gaan even in Frankrijk, ronde nummer 8 van het kampioenschap en aflevering 51. Als je aflevering 50 in Canada gemist hebt, die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien. Maar het kan rechtsboven in het i'tje, klik erop en je ziet de aflevering verschijnen. En ben je nu met kanalen meer wekelijkse aflevering van F1 2019 de Career Mode zien? Ram dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op aan als je het niet meer van mij mist. Ja, Frankrijk dus. Eén update dus compleet van de aerodynamica. Dat brengt ons wat meer dichter bij Williams. En in Oostenrijk een paar updates aan de auto. En ja, het gat is weer verkleind. In Frankrijk, ik hoop daar dus gewoon weer voor de pole position te kunnen strijden. En ook weer voor die overwinning. Want dat is gewoon wat telt. De overwinning tellen hier dus in deze career mode. Hopelijk dat Lewis Hamilton ook weer mee kan. We moeten wel oppassen voor de componenten van de power unit. Maar we gaan eerst met de kwalificatie voor de grootmacht van Frankrijk. En laten we kijken wat het daar gaat worden. Welcome to qualifying for this weekend's French Grand Prix. The teams are making their last minute adjustments before the lights go green. And the fight for pole position gets underway. So then, Ant, it's another Grand Prix weekend, another exciting qualifying session ahead of us. What are you going to be looking out for over the next few minutes? The first question is going to be who can avoid making mistakes. There isn't much margin for error in qualifying, and you have to bear in mind that the track conditions may have changed since practice, particularly as we've had a few support races in the meantime. If the brake bias settings, for example, don't take this into account, it's extremely easy to lock up a front wheel and cause a flat spot. Just like that, your lap's ruined and you've wasted a set of tyres to boot. Nou, we zijn inmiddels aanbeland bij Q1 voor onze allereerste ronde hier op Paul Ricard voor seizoen 3. Vorig seizoen wonnen we hier namelijk en het seizoen, daar vielen we helaas uit. Dus we hebben hier een goede en slechte relatie met Paul Ricard. De baan, ingewikkeld, veel bochten liggen of camber. En die moeten heel anders worden genomen zoals je misschien verwacht. Want deze bocht moet je wat langzaam nemen, want hier komt een tweede knik. Die heel irritant is. Moet je hier inhouden, kan je misschien de buitenlijn nemen. En dan kan je hier een vloeiende exit pakken. Terwijl Giovinazzi een 1.32.4 laat monteren. In Q1. Dan is hier het DRS gedeeld. En is hier een heel lang recht stuk. Hamilton laat een 1.30.6 noteren. En dan komen wij hier. Over start-finish. DRS weer geopend. En dan zetten wij een 1.31.0 neer op 3/10 van Lewis Hamilton op dit moment P4. De uitslag van Q1. Hamilton dus naar 1 en onszelf dus naar 9 op 7/10 van de Brit. We zijn inmiddels aanbeland bij Q2. En ik verwacht hier dus weer 1 run te gaan doen. Zodat ik een verse set soft over heb voor Q3 of voor de race. Je weet het maar nooit. We zijn over start-finish heen gekomen en ik heb volgens mij Romain Grosjean voor ons. Schiet hij hier wat door. Geen track limit waarschuwing. Opvallend dit. Had ik niet verwacht. En dan is het hier dus onze rondje afmaken. Ja, Romain Grosjean zit dus voor ons. Die rijdt hier ook wat langzaam en die houdt mij hier dus ook wat op. Terwijl Perez een 1.31.5 laat noteren. Kubica met een 1.31.5. En Grosjean houdt hier ons wat op. Dit kost ons gewoon tijd in Q2. Dan ben ik benieuwd waar wij dadelijk staan. Ah, toch nog P1 met een 1.30.5. De uitslag van Q2, Hamilton sneller gegaan. En onszelf dus naar P5 op 4/10 van ons teamgenoot. Maar Lewis Hamilton heeft zijn vorm weer veroverd sinds Canada. En Kubica niet gered. We zijn dus aanbeland bij Q3. En hier draait het dan om de pole position. Alles of niets geven. Want ik hoop toch dat ik het met 1 run kan houden. Zo niet, dan moet ik het gewoon met 2 runnen gaan doen. Maar het liefst dus met 1 run. Dan ben ik benieuwd waar wij dadelijk staan. Grosjean met een 1.32.0. We zitten 90.000ste onder de tijd van Romain Grosjean. Dus dat belooft niet veel goeds. Bottas met een 1.30.7. Weber met een 1.30.6. En onszelf met een 30.2.
En dat is eigenlijk genoeg, maar ik heb besloten om er nog een keer uit te gaan. Paas in sector 1. 3/10 inmiddels boven de tijd van ons. Weber naar 2, Verstappen naar 3. En ik ben benieuwd waar Lewis Hamilton dadelijk terecht komt. Maar we zitten nu hartstikke goed. Met nog een paar seconden op de klok. Wat blokkeren, maar dat is niet zo erg. Q3 zit er dus op. Paas in sector 1, paas in sector 2. En ik denk dat we weer de pole position hebben veroverd. Waar staan we op dit moment? Excellent lap. Op P1, mooi. Onze tijd verbeterd. En weer pole position veroverd. Heel knap. 3/10 los van Charles Leclerc. Dus ik moest gewoon nog harder gaan. En Hamilton naar 3. Lekker Lewis Hamilton. Pakt Max Verstappen zie ik. Dus dat is goed. Maar 3/10 los van Charles Leclerc. Dat zegt heel veel over de Mercedes. De resultaten van de rivaliteit breakdown met Hamilton en Verstappen. Die winnen we dus op dit moment van beide coureurs. De resourcepunten hier dus. In Castellet. Op het circuit van Paul Ricard in Frankrijk. Zijn er best wel veel, zie ik. Nou, mooi kunnen we dus gaan spenderen voor updates aan de auto. 290 overall, dus we moeten misschien nog wat door gaan sparen, maar dat komt gewoon goed. De reputatie met onze huidige team en de andere teams is gewoon volledig geselecteerd eigenlijk. Volledig ingevuld. Noem maar op. Dus dat zit ook lekker goed. Een veteran en een showmanship en sportsmanship kan misschien voor een interview zijn. Very solid result. You're looking good for the race. Nou, dankjewel Emma. Ja, we gaan er zeker iets moois van maken. En we staan er zeker goed voor. Geen regen dus op Paul Ricard. We starten vanaf pole position en we gaan het zien wat het hier gaat worden in Frankrijk. Hopelijk kunnen we weer naar de overwinning toe rijden. Maar we gaan het allemaal zien voor career aflevering. 51. Welcome to the Circuit Paul Ricard, current home of the French Grand Prix, an event dating all the way back to 1906. It's been held at many venues over the years, with famous moments from Dijon and Manicourt the feature of many a highlights reel. And let's hope we see more of those in the race today. The Circuit Paul Ricard then, a 3.6-mile track, 25 miles east of Marseille. 15 corners here, 6 to the left and 9 to the right, with the main overtaking chance expected going into turn 8. Top speeds today should be around 205 miles per hour. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box. And it's fantastic to have you with us here today, but I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, from the moment qualifying's over, you start to feel the adrenaline in your body build up and the buzz in your stomach as you anticipate the rundown into turn one. It's all a bit like going into battle, and the unknown situation makes you nervous. Those pre-race nerves are a good thing. The day you don't have them means that you don't care anymore. And of course, you have to make sure that all the procedures are second nature to you so that they're not taking up too much of your capacity. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. The Professor lines up on pole position with Charles Leclerc alongside. Considering the rest of the grid, we have Hamilton, Verstappen, Sebastian Vettel, and Faber, Bottas, Perez, Grosjean, and Devon Butler, Russell, Kubica, Pierre Gasly, and Kvyat, Sainz, Giovinazzi, Lance Stroll, and Kimi Raikkonen, Ricciardo, and Kevin Magnussen fills the last spot on the grid. And with preparations almost complete. Nou, we zijn inmiddels allemaal bij de grid. Run into turn one isn't too long, so the pack will be bunched up. Oké, we moeten dus voorzichtig aandoen in bocht nummer 1, want het kan daar krap worden, zegt Jeff. En dan gaan we gewoon kijken wat het gaat worden voor de grootbus van Frankrijk. We nemen, denk ik, misschien wat extra fuel mee, zodat we wat harder kunnen pushen dan de rest. Een tweestopstrategie, soft, medium, medium. Het kan zomaar zijn dat we soft, medium, soft doen. We weten het allemaal niet. Maar we gaan beginnen met de grootbus van Frankrijk voor career aflevering 51. De lamp zijn dus of het aan voor de grootbus van Frankrijk. En we zijn onderweg van onszelf vanaf pole position. En Charles Leclerc in is in ieder geval had een betere start dan onszelf. Maar we knepen hem daar gelijk af. En Hamilton profiteert gelijk van die afknepactie van onszelf. Hij zit er al gelijk naast ons. Maar wij houden hier alles onder de controle. Gelukkig nog steeds. Maar Vettel heeft in één keer Charles Leclerc veroverd. Dus die heeft een topstart gehad.
dan is hier rustig aangenomen bij deze bochten, want deze kunnen heel verraderlijk zijn bij het insturen van deze knikken. Paas in sector 1, gat met Hamilton is 2/10, daarachter zit Vettel op 5/10. En dan kan Hamilton hier al in mijn slipstream al een aanval wagen voor de leiding. Daar zit Hamilton dan op het langrechte stuk. En hij zit ernaast en hij heeft de leiding veroverd. Een prima inhaalactie van de Brit in ronde nummer 1, de openingsronde. En dan wil ik hem hier graag gelijk terugpakken. Dus kunnen we hier in de slipstream duiken van onze teamgenoot. Hier hem dan naartoe rijden en dan hier misschien een aanval wagen. Het is heel dapper van ons. We laten elkaar leven, centimeterwerk was het gewoon. Maar we hebben de leiding weer terugveroverd in de openingsronde in Frankrijk. Stuivertje wisselen met Lewis Hamilton is het hier dus in de openingsronde. Hopelijk dat Toto Wolff nog zijn haren heeft. Ik hoop het nog voor hem. Maar weer de leiding heroverd van Lewis Hamilton. Dus dat is goed werk. Ronde nummer 2. We zetten de snelste raceronde nu met een 1.38.1. Achter ons zit Hamilton op 14e en daarachter Vettel op 17e. Paas in sector 1 voor ronde nummer 2. Hamilton nu 2/10 achter ons. ICE heeft wat problemen. Maar daar zit Hamilton dan weer in mijn slipstream. We knijpen hem wat af en we blokkeren hem daar ook gelijk. Zodat hij geen aanval kan wagen. Het is hard. Het is ook niet echt fair. Maar je moet wat doen tegen een zesvoudig wereldkampioen. En dat is nog steeds P1. Gelukkig maar. Groen in sector 2. Iemand is sneller gegaan in sector 1. Ik denk dat dat Lewis Hamilton is. Die geen aanval kan wagen hier. Dus we behouden nog steeds de leiding. Onderdelen van de motoren zijn wat beschadigd. In Oostenrijk ga ik ze allemaal vervangen. We schieten hier wat gelijk door. Maar we behouden nog steeds de leiding in ronde nummer 2. En dan kan Hamilton hier denk ik weer op start-finish ons terug aanvallen. Wat ook goed is. Ronde nummer 3. 1.35.1 is de snelste raceronde tot nu toe. DRS beschikbaar gesteld door de FIA. En Hamilton nog steeds achter ons. Op dit moment. Dus het ziet er goed uit voor Mercedes. Hamilton valt weer terug aan. Vettel kan nergens naartoe. Het is 3 wijd. En dan duwen wij hier Hamilton wijd. Waardoor Vettel ook wijd wordt geduwd. Ronde nummer 9 gaan we dus naar de medium banden toe. Dus we wachten 4 ronden later dan oorspronkelijk was gepland. Het gat met Hamilton is 4/10. Dus dat zit nog wel safe op dit moment. Ronde nummer 3. Hier wel wat door, maar dat is geen probleem voor onze exit. Hamilton kan nergens naartoe. We're accumulating some wear on the MGUK. Het is groen in één keer terwijl we blokkeren en Hamilton is uitgevallen. Groen in sector 1 en dat brengt denk ik de virtual safety car naar buiten. Klopt dat? Ik denk van wel. Ja, de virtual safety car is uitgeroepen en wij blokkeerden wat. En terwijl de virtual safety car weer aan het eindigen is. Hamilton's auto staat er nog steeds stil. En dan mogen we weer los. Dan is het inmiddels ronde nummer 5. Bottas naar 2. Die knokken samen met Vettel om plek 2. Hamilton's auto staat er nog, is nu weggehaald en we kunnen weer racen. Ronde nummer 5. Dus het ziet er voor ons nog steeds heel goed uit. Voor Hamilton dus niet, voor het team dus ook niet. Terwijl we Paas in sector 1 noteren. Ronde nummer 6. We zetten de snelste raceronde in met een 1.34.4. Vettel en Bottas knokken om plek 2.
Dus dat geeft ons wat lucht op dit moment. Wat ook voordelig is voor ons. We krijgen wel een waarschuwing voor de track limits. Dus daar moeten we wel rekening mee zien gaan houden. Maar volgens nog geen penalty op dit moment. Ronde nummer 8 en we duiken naar binnen. En Vettel en Verstappen zijn met ons mee. Weber niet. En is Bottas ook meegegaan? Volgens mij niet. Nee, Bottas is een rondje eerder volgens mij naar binnen gedoken. En dan komen wij denk ik achter de Vin terecht. Ja, Leclerc heeft ons geundercut en Bottas heeft ons geundercut. Dus we moeten dus nu twee posities goed zien te maken in een paar ronden tijd. Want ik wil graag zo snel mogelijk naar voren zien te komen. Ronde nummer 9. Dus laten we hopen dat we een snelle outlap kunnen produceren hier in Frankrijk. Daar zitten dan bij Valtteri Bottas aan de binnenkant, maar hij liet daar zijn auto staan. En dus konden wij nergens naartoe. Paas in sector 2, we hebben een moment overstuur door die curbstone. Daardoor zit Vettel nu in één keer op onze hielen. Maar we moeten nu gewoon naar Valtteri Bottas toe rijden en dan de DRS openzetten. En het dan denk ik gewoon lekker voorbij chasen. Bottas heeft geen DRS. Ronde nummer 10. En dan is het hier eenvoudig naar de buitenkant en hem mooi passeren. De volgende heet Daniel Ricciardo. Die we hopelijk ook snel kunnen passeren. Daar dan bij Kevin Magnussen proberen. Hij rijdt hier wat langzaam. Kimi Räikkönen hebben we ook inmiddels gepasseerd. En dan is het hier lekker voorbij rijden, want hij heeft een hele slechte exit. We zetten er zelfs race onder met een 1.34.1. Ronde nummer 11 inmiddels. De volgende heet Charles Leclerc die op de softbanden rijdt. Dus die moet nog een keer naar binnen. Voor een setje medium. We besparen Urs. Paas in sector 2. Groen in sector 1. Stroll is de volgende. En die kunnen we misschien al hier passeren. Mooi aan de binnenkant gezet. En geen tijd verloren. Charles Leclerc heet dus de volgende nu. Maar dan moeten we eerst naartoe zien te rijden. Want hij is snel. Op die softbanden. Hopelijk dat we zijn tempo kunnen aanhouden. Voor de rest van de wedstrijd. Dat is hartstikke fijn dan. DRS hier toch geopend. We zetten weer de snelste race onder nu met een 1.33.4. We rijden wat dichter naar de monegassen toe. En dan is de vraag wanneer wij Charles Leclerc kunnen aanvallen. Hier nog niet. Het is hier te vroeg en te ver. En te ingewikkeld om iets te kunnen doen met deze auto's. We kunnen misschien op het DRS gedeelte toeslaan. Ik merk wel dat Charles Leclerc hier wat langzaam rijdt. We zitten er in één keer dichterop dan opstart finish, DRS geopend en dan hier makkelijk voorbij en P7 is dus van ons. Gelukkig maar. Volgende heeft Pierre Gasly. We remmen ons wel wat, daardoor verprutsen we onze exit bij deze bocht. En dan kan Leclerc hier terug aanvallen. Leclerc valt hier terug aan en doet een pikkelharde inhaalactie aan de buitenkant over de witte lijn. Geen track limits waarschuwing voor de monegas. Dan proberen wij hier terug aan te vallen, maar dat lukt niet. Want Charles Leclerc verdedigt hard, maar ver. En het is een mooi gevecht met de jonge monegas. Maar we moeten Charles Leclerc dus weer zien te passeren. Om vervolgens naar Pierre Gasly toe te rijden. Oh, die duiken allemaal naar binnen. Gasly duikt naar binnen. Mooi. Robert Kubica rijdt volgens mij nog door. DRS hier dan geopend op Charles Leclerc. Die heeft hier ook DRS. Aan de buitenkant kijken. Dan naar de binnenkant toe. En hem hier mooi laten uitrollen.
P2. De volgende heet Robert Kubica, ronde nummer 13. Dus het schiet op met de ronde en ook met de posities. En Robert Kubica moet nog een keer volgens mij naar binnen. Maar Charles Leclerc hebben we dus doorverwezen naar P3. Groot in sector 1, 14e langzamer. Het gat naar Kubica is 1.8. Maar ik denk dat Charles Leclerc hier weer terug kan aanvallen. We hebben alles overgezet ter verdediging van de Monegasque. Die hier wel in de slipstream duikt. Er ook wel naartoe kan rijden, maar geen aanval kan wagen. Een nieuwe strategie optie is beschikbaar, ronde nummer 19 dus, naar de mediumband. Het kan zijn dat ik daar de softbanden van maak. Je weet het maar niet, we zullen gewoon zien wat het gaat worden. En Charles Leclerc is naar binnen gedoken. We zetten de snelste race nu met een 1.33.1. Ik weet niet voor welke band. Medium. Charles Leclerc dus naar medium. Vettel dus nu achter ons op de soft en die gaan denk ik ook nog een keer naar binnen. Ronde nummer 15 inmiddels. Het gaat hard. Nog 12 ronden te gaan en dan zit deze grote prijs er alweer op. Dus alles verloopt nog lekker soepel op dit moment. Rood in sector 1, dat is geen probleem. Op dit moment één uitvaller, zijn naam Lewis Hamilton. Brengt geen punten mee voor Mercedes, terwijl het daar geel is. Het is daar geel, we blokkeren wat. En valt er iemand uit? Ja, Charles Leclerc valt uit. In de grote prijs van Frankrijk met nog 7 ronden te gaan. Brengt dat een virtual safety car op. Hij staat daar wel op een irritant punt. Ik heb besloten om naar binnen te duiken. Voor een setje softbanden. Dus we geven de leiding uit handen van Verstappen. Nog steeds geel. Ik had eigenlijk nu verwacht dat er een virtual safety car zou komen. Daarom dook ik eigenlijk nu ook naar binnen. Maar dat blijkt niet het geval, want Leclerc's auto is weggezet. 1.9, een snelle stop van de Mercedes crew. Dan is de vraag waar wij terechtkomen. De pit lane is hier hartstikke lang. Het duurt ongeveer 27 seconden ongeveer voordat wij weer de baan op kunnen rijden. Ja, en we komen achter Verstappen en voor of achter Lucas Weber terecht. Dus we moeten nu twee posities goed zien te maken in nog 6 ronden tijd. En die hebben we hier al mooi goed gemaakt op Lucas Weber. Heerlijke inhaalactie. En dan heet de volgende Max Verstappen. En dan is de vraag waar wij hem dus gaan plannen en hoe we hem gaan plannen bij Max. 1.5. Hij rijdt op de harde band. Twee compounds harder dan onze. En ja, dat is gewoon een verschil. We keken daar wel even, maar Verstappen gooide de deur daar dicht. Dus we konden daar nergens naartoe. Dan rijden we hier wel naar de kont van Max toe. En dan kunnen we kijken of we hier al misschien een aanval kunnen wagen. Als het lukt. Het lukt hoor. Ja hoor, buitenom. En hier laten staan. En een prima inhaalactie op onze landgenoot. De leiding weer heroverd van Verstappen. En dan is het nu wegrijden van de Nederlander. Onze landgenoot dus. En Weber heeft gelijk geprofiteerd, want die zit nu op de kont van Max. We zetten de snelheidsregel nu met een 1.32.2. En we rijden weg van de Nederlander. 4.6 is het naar Max. En Weber zit daar maar op 2/10. Dus dat gaat ook nog close worden tussen die twee. Maar wij hebben de overwinning dus nu zo goed als zeker binnen. Hartstikke fijn dit. Ronde nummer 23. Nog 4 ronden te gaan. Rood in sector 1, dat geeft niks. We hebben nog steeds de snelste raceronde op onze naam staan. Wat ook goed is. Ronde nummer 27, de laatste ronde loopt inmiddels voor de grote van Frankrijk. Twee uitvallers. Lewis Hamilton en Charles Leclerc, helaas. Maar het was een leuke wedstrijd. Een mooie inhaalactie op Max. Een geweldig gevecht met Charles Leclerc. En in het begin gaf Lewis Hamilton mij ook niks cadeau. Later helaas uitgevallen, 0 punten dus voor mijn teamgenoot alweer. En dat is dus niet waar ik op hoop om de constructeurstitel dus binnen te halen. De motorcomponenten zijn nog heel gebleven. Weber op 9.2 gereden, daar zit Verstappen op 14e. Inmiddels komen we bij de laatste bochten aan. Vettel heeft Verstappen nog ingehaald voor het podiumplek. Weber pakt ook een podiumplek en wij winnen dus
onze 7e grote prijs van het seizoen. Een prima overwinning hier in Frankrijk. En dan gaan we ons opmaken voor Oostenrijk. That's it for another Grand Prix and a fantastic win for Mercedes. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs, and that's allowed them to get the best out of the car, to maximise the strategy and to stay out of trouble. So after a magnificent race, we can now see the drivers making their way to the podium. Once again, it's the Silver Arrows who take top spot, a well-earned victory for Mercedes. Nou, de uitslag. Wij winnen de grote prijs. We pakken ook het Nederlands race ronde punt. Weber naar 2 en Vettel naar 3. Verstappen gezakt naar plek 4. Kvyat naar 5. Grosjean 6. Bottas 7. Perez 8. Kubica 9. En Giovinazzi op plek 10. Twee uitvallers. Charles Leclerc en Lewis Hamilton helaas. 85 punten verschil met Lucas Weber. En 42 punten verschil met Red Bull Racing. Dus we zitten er lekker bij. Hamilton naar 9. Heeft 151 punten achterstand op ons. Dus die gaat het denk ik niet meer goed maken. En hier hebben we Claire. Some excellent overtaking moves from your former teammate today. Did he learn some of them from you? Ja, maar we hebben eigenlijk van beide geleerd, want Weber was snel in de Formule 2. You and Lucas weren't far apart by the finish. Do you enjoy racing against? Nou, 9 seconden is wel veel hoor, Claire, dus ik weet niet wat je staat te lullen. Maar ik heb altijd plezier om tegen hem te racen. Ja, het voelt goed. Hij verdient het ook. De auto is natuurlijk hartstikke goed. En ja, dat was dus het interview. Tot in Oostenrijk, Claire. De resultaten van de rivaliteit breakdown, die winnen we dus op dit moment van Verstappen en Hamilton. Altijd leuk om te zien. De researchpunten na het evenement in Frankrijk. Het zijn net zoals gewoonlijk lekker veel die we goed kunnen gaan spenderen in Oostenrijk. Voor de updates. Team goal dus compleet. Hoppata, 1290 in totaal. De reputatie is er bij elk team gelijk gebleven zoals altijd. Veteran en een sportsmanship. Een nieuw contract staat voor ons klaar, zie ik. Die we gaan tekenen. We gaan eerst overhandelen met onze kwalificatiepositie en onze racepositie. Ik denk daar gewoon derde en eerste van maak. Of vierde of tweede, ik weet het zo niet. Ik denk dat dit het wel is. Alles level 3 zetten. Dat vind ik wel de moeite waard. En dan gaan we tekenen. Oké, mooi. Nieuw contract getekend. Voor Oostenrijk. Dit was het voor die mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Als je genoten hebt, beloon het dan met een like. Ben je hier nu op de kanalen weer meer wekelijks aflevering van Event 2019 voor je moet zien? Ram dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op aan te drukken en ik weet niet van mij mist. Reageer van binnenkant op het worden of als je genoten hebt, zeg van hey, tof video. Ik heb genoten van de schrijf met de Claire, noem maar op. Volg me even op Instagram, links zit in de beschrijving. Ik zeg een fijne dag verder en dan zien we tot de volgende keer bij Event 2019 voor je moet. We gaan verder in Oostenrijk.